ga even mijn tas uitpakken. Dan ga ik even laten zien wat ik zo al op een dag meeneem naar school. Als eerste een laptop. Die wordt heel veel gebruikt. De meeste lessen heb je hem in principe tijdens de les niet nodig. Maar het ligt er maar net aan wat je zelf wil. Wat ze vooraf aanraden is dat je ook wel een sterke laptop koopt. Aangezien je uiteindelijk wel zwaardere programma's gaat gebruiken. Dan heeft elke elektro-student altijd een multimeter bij zich. Mijn multimeter. Je kan alles meten wat los en vast zit. En mijn monitoring systeem. Dit is het project dat ik heb gedaan. Dit komt in de auto van het Blue Racing Team. Dat is een energiezuinige auto van Windesheim. Daar heb ik eerst een minorproject gedaan en daar loop ik nu stage. Die verzamelt alle informatie van de auto en die stuurt dat op, zodat we dat live kunnen bekijken. Het eerste boek dat ik meegenomen heb is Elektrische Netwerken. Die gebruik je voor het vak Netwerktheorie. En die heb je het hele jaar door, het hele eerste jaar door. Boek. Het is een beetje door elkaar. Soms heb je Nederlandse boeken, Engelse boeken. De opleiding is zelf in Nederlands. Het gaat vooral in over de elektronische schakelingen. Gewoon echt de basisprincipes van elektrotechniek. Ik heb mijn wiskundeboek mee. Elk vak dat je hebt, heeft wiskunde. En je hebt het ene keer heb je een wiskundevak en dan de volgende les wordt dat weer bij netwerktheorie toegepast. Dus dat loopt allemaal in elkaar over. Het is niet van voor naar achter, zoals je vaak bij andere boeken ziet, maar het is een beetje springen van hier naar daar. Om de belangrijkste punten ergens uit te halen, zodat je meteen door kan. Wat bij ons wel goed geregeld is, vind ik, is dat hetgeen wat je leert in de theorie, zeg maar, dat wordt eigenlijk direct binnen dezelfde week of nou ja, soms dezelfde dag nog, pas je dat echt toe in de praktijk. De pijn van elke elektrotechniekstudent, je componentenbakje die open gaat in je tas. Maar in het begin van je opleiding dan krijg je dit bakje met weerstandjes, draadjes alles dat je het meeste je nodig hebt voor de opleiding. Wat ook belangrijk is een rekenmachine. Die gebruik je eigenlijk bij de meeste vakken wel van het hele jaar door. Maar liefst 2 rekenmachines. Het zegt wel veel over de opleiding elektrotechniek. Er zit veel wiskunde in. Dus daar moet je ook wel echt van houden. Een typische elektrostudent die hobbyt graag ook in zijn vrije tijd, denk ik. Dus de dingen die je op school leert, die kan je dan ook voor je eigen hobbyprojecten thuis weer toepassen. Vooral het samen huiswerk maken na de lessen, dat is natuurlijk altijd gezellig. Af en toe is terrasje pakken in Zwolle bij lekker weer. Ja, dat is wel hetgeen wat het studeren leuk maakt. Ja. Ik heb MBO niveau 4 gedaan, mechatronica. En daarbij had ik geen wiskunde. Dus het was een enorme stap om hier naar een opleiding te gaan met alleen maar wiskunde, want dat was allemaal nieuw voor mij. Ik heb een tweedejaars student gehad. Aangegeven bij Windesheim, die hebben me aan hem gekoppeld. Hij heeft mij geholpen met wiskunde, dus op die manier kon ik heel makkelijk meekomen. Ze vertelde vooraf dat je zonder voorgaande kennis ook de opleiding goed kunt halen. Dus uiteindelijk is het gangbaar voor iedereen. En had ik soms door mijn mbo wel voorsprongetjes, maar ook niet al te veel. Want je gaat toch wel dieper in op specifieke dingen.